Nou, bij de meeste mensen zal er waarschijnlijk gewoon wijn op tafel staan tijdens kerst. Doen we eigenlijk al jaren zo, maar dat hoeft niet. Nee, je kan tijdens het kerstdiner ook whisky drinken. Nu heb ik toevallig nog dit flesje in huis staan. Ik heb alleen geen idee of dit een goede whisky is voor bij het eten. Wie dat wel weet is Hans Offringa. Het is de grootste whiskykenner van Nederland, mag ik wel zeggen. Hij heeft heel wat boeken over whisky geschreven. Maar het belangrijkste boek voor deze video is De Keuken in met Whisky. Dat heb jij geschreven samen met de mensen van de Libreien. Hoe ben je er ooit bij gekomen om de keuken in te gaan met whisky? Ik vind het altijd leuk om whisky te koppelen aan een ander domein. Dat je niet alleen over whisky vertelt. Dus het kan zijn muziek, eten, reizen. En in die trant heb ik ook een serie boeken geschreven. Daar zijn we letterlijk met 23 flessen whisky de keuken ingegaan. En aan de keukentafel hebben we niet vanuit het gerecht naar de whisky, maar de whisky naar het gerecht gebracht. Dus met whisky en een glas water kun je net zulke mooie dingen doen met gerechten als een fles wijn erbij. Dus jij zegt, met kerst kun je prima whisky drinken in plaats van wijn. Ja. Gewoon de wijn aan de kant zetten. Ja. Ja. Dan moet je ook echt geen wijn tussendoor gaan drinken, want don't mix the grain and the grape. Wil je een leuke amuse-bouche en eenvoudig beginnen? Gooi eens een oester in een glaasje whisky. Glenfarclas is een mooie, volle sherry-achtige single malt. En die doet het goed met eend, ook met bepaalde soorten wild. Dus toen heb ik die combinatie voorgesteld en toen kwam er uit de keuken van de Libreien een prachtige combi van eend en een eendenboutje. Hier staan zeven whiskyglaasjes. Het wordt dus een zeven gangen diner, zou je eigenlijk kunnen zeggen, wat met kerst niet eens zo heel gek is. Ja, we eten vandaag wel iets minder, want het is nog geen kerst. En dan ben ik dus vooral heel benieuwd hoe die smaak van die whisky nou samenvalt met het gerecht. En of dit inderdaad echt een goede vervanger is voor een glas wijn bij je kerstdiner. Ik ben heel benieuwd. Hoe moet ik dit eten? Moet ik een hap nemen en dan een slokje whisky erachteraan? Of moet ik het doorslikken en dan een slok whisky erachteraan? Wat is het beste? Nou, de combinatie die wij maken is meer omdat het bedoelt dat je een whisky naast een gerecht kan drinken. Mm-hmm. Maar ook gelijktijdig kan eten. Wil je het gelijktijdig doen, neem je een stukje in de mond met een beetje wat van de garnituur erbij. Kauw er een beetje op en halverwege voeg je wat whisky toe. Niet te veel, klein beetje. Het voorgerecht, de zalm. Ik geef eerlijk toe, ik vind het lekker omdat ik van zalm hou en van whisky. Maar de smaakcombinatie zegt mij nog niks. Maar dat kan misschien ook te maken hebben met dit tijdstip van de dag, want het is 1:30 'smiddags. Beetje gewenning hier en daar. Wat vind jij ervan? De whisky die gaat een heel leuk spel aan met die zalm. De zalm wordt een beetje fris, zuur. Daarna wordt het ineens een stuk warmer. Dat komt natuurlijk ook door de alcohol. En dan zet die vissmaak zich weer verder voort. Daarna komt een stukje fruit en een spoortje rook achteraan. Zijn we aangekomen bij het hoofdgerecht, dat is eend. Die whisky lijkt wel alsof die alle kruiden uit die saus haalt. Wat het gerecht veel voller maakt. Nou, eend is wel een gerecht, dus wild, hè, dat past goed bij kerst. Is het toeval dat deze fles whisky ook nog een Christmas edition is? Het kan bijna geen toeval zijn, zul je zeggen. Met kerst heb je natuurlijk altijd een goed dessert. Nou, het is een soort cheesecake met chocola. Ik ben heel benieuwd hoe dit bevalt. De cheesecake en de whisky die komen heel goed samen in de mond. Dat versterkt de smaak. Het is geen zware whisky. Het brandt bijvoorbeeld ook niet weg in mijn keel. Ik vind de cheesecake er zelfs veel lekkerder door worden. In whisky zit veel meer alcohol dan in wijn. Word je dan ook sneller dronken als je dit bij je kerstdiner drinkt? Nou, dat hoeft niet. Zeker omdat je het heel gedoseerd drinkt. Je smeert het over de hele avond uit. En als je een 5, 6, 7 gangen diner hebt. De hoeveelheid whisky staat gelijk aan 2 stevige borrels. Wij kijken in de horeca meer naar hoeveelheid alcohol in een drankje. En als je een normale glas wijn schenkt, of een normale glas whisky schenkt, en uitgaan van beide normale percentages, gebruikte percentages, drink je eigenlijk net zoveel alcohol. Dus gewoon het aantal milliliter alcohol in een glas is ongeacht het sterke, of de drank hetzelfde? Is ongeveer hetzelfde. Ik vraag mensen altijd, ben je gewend om sterke drank te drinken? Wijn 12-15%, mm-hmm. Maar whisky is minimaal 40%. En als mensen dat niet gewend zijn, dan trainen we ze, geven ze wat adviezen en tips. Verdun maar met water. En geen ijs, want ijs verdooft je smaakpapillen. Dan mis je behoorlijk wat van de pret. Dat is denk ik een heel belangrijke om te onthouden als je dit met kerst gaat doen. Geen ijs dus.
Irish koffie na het kerstdiner, is dat nou een no-go of is dat echt iets dat hoort erbij? Nee, het is gewoon een nieuwe 2.0, Irish koffie 2.0. Geen room, klein beetje suiker en fantastisch van smaak. Nou, Hans zei tegen mij, kom maar niet met de auto, met al die alcohol, niet zo'n goed idee. Kom maar met de trein. Daar ben ik hem nu ook heel dankbaar voor. Een hele fijne kerst gewenst en eet smakelijk alvast.